Zo was het, dichtgegroeid bos. Maar nu de laatste bomen worden verwijderd, kan je goed zien wat de bedoeling is. Groepjes bomen en open stukken wisselen elkaar af. Niet iedereen is er even blij mee, want volgens tegenstanders is de kaalslag alleen bedoeld om geld binnen te halen. Als je kijkt wat er aan subsidiegelden binnen te halen valt, dan zie je dat dat vooral is als je bos weghaalt en daar een ander landschap voor maakt. En je zult dus ook zien dat de natuur terugvecht, dat die zal proberen hier weer terug te komen. En daar zit de allergrootste winst. Vanaf nu moet Staatsbosbeheer doorlopend alle natuur weghalen om het dit cultuurlandschap te laten blijven. Meer onderhoud dus. Maar volgens de boswachter is daar rekening mee gehouden. Het vennengebied wordt al sinds een paar jaar begraasd door een schaapskudde hier. En het beheerplan zal hierop aangepast worden natuurlijk. Want het moet niet zo zijn dat we niks doen, want dan krijg je inderdaad gewoon weer bos terug. Dus we gaan dit meenemen in het beheerplan de komende jaren. En op lange termijn willen we dit open houden. Dus ervoor zorgen dat er geen opslag komt en dat het ruimte krijgt om heide terug te krijgen. Toegegeven, het ziet er nog wel wat kaal uit, maar er zijn bezoekers die daar doorheen kijken. Het waren dode bomen, hè? En dat is ook een zonde. Te gaan kijken naar staande dode bomen is ook niet alles. Dus het moest wel hoor, het was wel nodig. U vindt het mooi geworden? Ik vind het prachtig. Wij vinden het heel mooi geworden hier. Daarom wandelen we hier ook. Over pakweg 2 jaar, dan kunnen we pas echt zien of het wat geworden is in de Hatertse en over Rasseltse Vennen.